Welkom bij FC Os TV. Al een beetje geautomatiseerd als speler van FC Os? Ja, ik ben goed opgevangen hier. Dus vandaag de eerste dag. En ja, ik heb er zin in. Degene die jij nog niet kennen, hoe zag jouw carrière tot dusver uit? Ik heb gespeeld in het verleden bij RKC, Cambuur. Zware blessure opgelopen daar. En toen ben ik naar Telstar gegaan. Bij Telstar had ik bewust geen contract getekend. En daar werd niet echt goed mee omgegaan. Dus nu ben ik hier. En heb ik er zin in om te laten zien wat ik kan. Ja, vanwaar jouw keuze voor FC Os? Voornamelijk de speelminuut ook maken? Ja, de speelminuten maken. En ook, ik heb de wedstrijd van FC Os een paar keer gezien. En ze willen goed voetbal spelen hier, verzorgd voetbal. En dat sprak me aan. Dus vandaar de keuze. Ja, we kunnen wel wat versterking in de aanval gebruiken. Er zijn onlangs bij ons een paar vertrokken. Maar waar liggen nou jouw voornamelijke voetbalkwaliteit in die aanval? Ik ben sterk in de 1-op-1. Snel, technisch. Gevaarlijke speler. Ik moet het laten zien. Hè. Ik wil niet te veel praten. Je voeten laten spreken. Ja. Nou, en kort hebben we een rubriekje. En aan jou om het ene of het ander te kiezen. Een assist of een goal? Goal. Topscorer of een periodetitel? Zo. Allebei. Je moet er een kiezen natuurlijk. Periodetitel. Ons uitshirt of ons thuisshirt? Thuisshirt vind ik wel mooier. Linksbenig of rechtsbenig? Of tweebenig? Rechtsbenig. En tot slot, kunstgras of echt gras? Maakt me ook niet uit. Nee. Als je maar kan voetballen. Ja, precies. En dan gaan we voor dit seizoen. Ja, toch.